roemruchte carnavalsclub. De Dorsvliegers, ben ik zo uit de war. En het is vandaag zaterdag 5 februari. Het woord is aan jou. Ik heb maar een beetje vertellen van de club en alles. Nou, hartstikke leuk. Wij zijn dus de Dorsvliegers. Wij zijn aan het bouwen. Wij zijn bij Van Hout aan het bouwen. Oh, in de camera, shot. Dit is dus de carnavalswagen. Boven is Gert-Jan bezig. Oh ja, schoon ik ze. Met Bert. Die zijn, dat is Bert dus. En Gert-Jan die staat erachter. En die zijn bezig met de vrouwelijke persoon van ons. Ja, vrouwelijke bouwvakker. Met een steentje in zijn hand en zo'n speciesschepje. Ze zitten op een wip. Die gaat op en neer als het goed is. Over de eerste dingen heb ik niet veel meer te vertellen. Tien en bij Erik en bij Eddy. En Erik die zal wel even wat informatie geven over de kleuren. De kleuren. Dus over de kleuren informatie. Ja, nou, hier zit het eigenlijk. Ja, wij hebben de verf gehaald bij in een bos. En daar hebben ze allerhande kleuren. En ja, en ik heb de groen verkeerd gedaan. En dan willen we nou blauw gaan doen, maar er is geen rood meer. Dus ja, dan weten we niet zo goed wat we dan moeten doen. Dus het kan goed zijn dat we dit jaar verkleuren en niet zoveel punten halen. Maar het kan nooit minder worden dan vorig jaar. Ja, en voor de rest moet eigenlijk bij de kleuren bij Jan Jansen zijn. Want die bepaalt eigenlijk wat er aan kleuren gebeurt. Wij doen het wel, maar Jan is de kleurenman. Jan is kleurendoof. Ook, erbij nog. Dat geluk heeft hij ook nog. En dan geef ik nou het woord weer terug aan Anita, onze koffiekoningin. Gelijk naar achteren toe. Klimmen. Hoi. Nou zijn we hier bij Ronald en Erik. Dit is eigenlijk een beetje het werk van Erik, deze pop. Behalve de bruine en zo. De blauwe is trouwens van Carlo trouwens. En even kijken, die zijn hier de haas aan het maken. Van de beun. Hoe heet zo'n ding? Betonmeulen. Daar zal ik hem maar even bij zeggen. En daar zit dan de burger op. Niet. Ik zal niet zeggen dat Ronald hem gevermd heeft. Heet hij niet? En daarachter zit Harry. Ik weet niet of je hem kunt zien. Dat is echt de allesman. Die werkt hier heel veel. Maar hij doet alleen niet veel. Hij is de technische man. Dan zie je erachter Jan. Oh, de Urgen natuurlijk niet. Dan zie je erachter Jan Jansen. Die is met de hazenkop bezig. Ja, maar die... Oh ja, is ook wel interessant. Ons idee is, gaat over de burgemeester. Dat hij zijn huis heeft gebouwd. Met beunhazen. Oh ja, een andere, dat maakt er niet uit. En daar ga ik het dus over. Ja. Ja, dat vonden wij zelf eigenlijk ook wel leuk. Ja. Dat was. Jan, je moet de hoos, hè, van die moet er achterop. En ja, dat is dan de beunhoos die bij de Vos bezig is. Symbolisch dan, daar voorop heb je nog twee poppen, daar zijn dan ook beunhoos. En dan voor de burgemeester in de betonmeul. Hè. Oh, ja. Welke Vos? Thijs Vos? Nee, Wim Vos. En daar ben ik broer van, die is burgemeester. Oh, ja. En die man dat die goedkoop een huis kan bouwen. En zo wat jij eens laten zien, hè. Kijk, want Tine van de Ven waren er ook al een beun aan gezien. Ik heb ook gehoord even komen getimmerd het bij hem binnen. Dus dan moet de schoisvolk maar eens zien wat we aan doen zijn, hè. Het wordt netjes. Ik hoop het. Wel. Ja. Hij ziet nog niks. Ja, dan moet je echt wachten. Oh ja. Jongenhuis. Ja. Dat weet je toch wel. Ik kan niet lopen. Ik kan niet lopen. Ik moet er wel op.
Thank you.
misschien even kun een klein beetje rustiger op hebben gedaan, waarvan ik zeker weet dat het meedoen belangrijker is als het winnen. Zevende prijs, ze doen al voor de zesde keer mee, Carnavalsvereniging Dorstvliegen. Altijd klaarstaan, altijd zijn best werk aan de wagen. Harry, volgend jaar is gebeurd.